Christine, jou kunnen we kennen van B&B Zoek Lief. Jij was op bezoek bij Mark, bij B&B Uitbater Mark. Ja, hoe waren die opnames voor jou? Hoe heb jij dat ervaren? Die opnames waren heel intens, want als ik bij Mark in Zuid-Frankrijk ben toegekomen, daar waren dus daar al 3 dames geweest. Eentje was al naar huis op eigen initiatief. Dus dat was vrij intens en ze hadden het moment uitgekozen, heat of the night of heat of the evening. En dus ze waren daar aan het kokerellen voor familie, allez, voor de kennissen. Dus dat was zo echt gegooid voor de leven, hè? Dus dat was intens. Maar je hebt je ook wel direct welkom gevoeld en direct opgenomen in de groep? Ja, dat klopt. Dat kun je duidelijk in de opnames zien. Mark is een hele aangename man. En ook de dames, die waren heel aangenaam. Die hebben mij direct verwelkomd. Dus dat is allemaal zeer vlot en aangenaam verlopen. En hoe lang ben jij eigenlijk uiteindelijk in de B&B geweest? Hoeveel tijd heb je daar doorgebracht? Ik ben daar niet zo lang geweest, Ferik. Ik ben daar de zondag toegekomen en ik heb daar, Ferik, een paar dagjes maar geweest. Omdat ik na een paar uren, ik had mij voorgenomen. Ik ga een observatie doen, want je komt daartoe. Ik wist van het productiehuis dat ik dus als laatste was. Dus dan heb ik mij daar een beetje mentaal kunnen voorbereiden. En ik dacht van, ik ga de kat uit een boom even kijken. Maar door het feit dat ik dat gedaan heb ik direct gezien dat Mark en Lisette een hele mooie klik hadden. En Ferik heeft mij dat een beetje gereserveerd en ik heb hem dat gaandeweg zien groeien en is vrij snel tot, ja, heeft vrij snel beslist, dat zie ik ook in de aflevering, dat hij een van de eerste is. Liefde hoeft niet te wachten. Als daar een zuivere, pure klik is met iemand en je ziet dat, wij zien dat, anderen zien dat, ja, waarom moet je dan verder wachten? Dus nee. Maar het is zeer aangenaam. Salsavond is zeer vlot verlopen en heel plezant. Opnames zijn zeer goed geweest, ook op het domein van de wijnproeverij. Dus dat was allemaal zeer fijn. Ik heb daar geen greintje spijt van.